democratie is de vrijheid die je hebt als individu om je eigen mening te uiten en natuurlijk de keuzes die je wil maken, dat je die vrijheid ook hebt. Nou, als student, ja, je bent wel vrij om, als je naar je vakkenpakketten kijkt en de keuze om een studierichting te kiezen, die heb je wel gewoon voor jezelf. En ook het volgen van de lessen. Niet alle lessen ben je verplicht om te volgen. Dus je kan zelf bepalen hoe snel je je studie wil laten gaan. En welke tentamens je maakt, op welk tijdstip, als je het in het reguliere tentamen seizoen maakt of als je het in de herperiode maakt. Dus ik vind wel dat er een beetje democratie is, ja. Volgens mij is democratie een systeem dat in een samenleving is gemaakt waarbij elk individu de mogelijkheid heeft zijn of haar mening te vertellen en zijn of haar hun dingen te doen dat in hun ogen past om zichzelf te kunnen optimaliseren in het geheel dat ze willen doen. Iedereen is vrij om hun eigen zegje te doen, om hun eigen zaken te bewerkstelligen zonder inhouding van externe omstandigheden. Ik denk dat er ook sprake is van vrije meningsuiting. Want om een voorbeeld te noemen, dat je kan interactief bezig zijn met de docent zonder enige vorm van zeker gaan kunnen, zolang je het beleefd doet en zolang je weet waar je staat en zolang je inderdaad een beetje doorhebt hoe je tot die persoon moet praten. In Suriname ono democratie. Democratie kanggo aku. Iku yen awak dhewe bisa ngomong apa sing ana pikiranku. Yen ana barang sing ora bener, aku bisa ngandani. Ing Suriname, rakyat bisa ngomong terus terang. Apa awak dhewe lanang, apa wedok, awak dhewe dadi siji. Amarga awak dhewe duwe kelonggaran kanggo ngomong apa sing dirasakke. Kaya iki eneng contoh kanggo ngomong terus terang apa freya meanings outing. Ya kaya ngene. Eneng murid-murid nang sekolah. Murid-murid iso ngomong bareng, mikirke bebarengan sampe mikiran iki dadi siji. Ya iki contoh freya meanings outing apa contoh iso ngomong terus terang. Democratie zouden wij overal kunnen aantreffen. Democratie is een wijze van besturen, besluiten nemen, het vertegenwoordigd zijn, het kunnen opkomen voor jouw belangen. In het algemeen praten wij vanuit de Democracy Unit over de democratie binnen de politiek. En als we kijken naar politieke partijen, dan zeggen wij bij de politiek is de volkssoevereiniteit van groot belang. En dat betekent dat het volk het hoogste macht heeft. Het volk zou moeten kunnen besluiten wat ze willen en hoe ze willen dat zaken in een land plaatsvinden. En laten we zeggen, waarom zou een volk dit mogen willen? Omdat een volk belasting betaalt. Een volk kiest haar vertegenwoordigers. En die vertegenwoordigers moeten dus doen wat dat volk wil. Maar aan de andere kant zullen de leden ook goed moeten nagaan of die vertegenwoordigers doen wat zij willen. En dan hebben we verkiezingen. Maar verkiezingen alleen zijn niet voldoende voor het beleven van de democratie. Om de democratie optimaal te beleven, zal het volk, zullen kiezers, zullen landgenoten meer moeten participeren. Waakzaam moeten ze zijn en ze moeten er vooral op letten dat regeerders, politici doen wat goed is voor het land en hoe goed is voor het volk.